Dag allemaal. Vanuit het Nuevo José Zorrilla. Een hartelijk welkom bij deze wedstrijd. Voor tekst en uitleg bij deze wedstrijd kunt u vandaag, zoals altijd, natuurlijk weer terecht bij mijn collega Jeroen Guter en mijzelf, Sierte Vos. Een duel dat je niet wilt missen, hè Jeroen? Ja, er staat misschien niet veel op het spel vandaag. Maar het is wel een mooie graadmeter voor deze elftallen. Levert de paas weer in bij hem. Zit er goed bij. Hij probeert op deze manier het spel te verleggen. Ze komen weer in balbezit. Het zag er gevaarlijk uit. Totdat iemand ertussen zat. Met visie gespeeld hoor. Knallen maar. Die bal wordt geblokt door die speler. Corner voor het doel gebracht. Komt ie! En een schitterende stoekduik van de doelman. De hoekschop wordt kort genomen. Voorzet bij de tweede paal. Goed geblokt dat schot. De scheidsrechter lette goed op. Dit was inderdaad buitenspel. Klozen. Correa klaar. Die bal kan er gewoon in. En daar gaat toch een mooie kans verloren hoor. Maar hij stond net buiten spel. Ja, voor druk zetten wordt hier beloond. Het gevaar is nog niet geweken. Hij weet het schot tegen te houden. Die verdediger laat hier zien uit het juiste hout gesneden te zijn. Geweldige actie. Van Persie. Langer balbezit nu. En dan goed opletten of er ergens een gaatje valt. Ja, hier is een voorzet mogelijk vanaf de vleugel. Klozen. Van Persie. Bal wordt teruggelegd. Hij denkt, geef hier dat ding. Van Persie! En een doelpunt via de verdediger erin. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Hij let goed op en onderschept die paas. Die bal wordt op de flank gespeeld. Legt hem terug. En er gaat er weer één in. Oh, wat een luxe. Een voorsprong van twee doelpunten. Dat is toch lekker voetballen. Ja, en nu is toch wel het moment gekomen voor de tegenstander. Om er ook eens iets tegenover te stellen. De bal moet ingegooid worden. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Nog steeds aan de bal hier. Een medespeler helpt hem. Een grote kans hoor. Van dichtbij ingeschoten. En dan die redding. Haha, mooie reflex. Wow, hij moest heel snel reageren. Maar dat deed hij fantastisch. Overlengd. Nee, deze paas komt niet aan. De bal gaat over de lijn.
Gomez. Trent. De bal weer teruggepaast. Tegenstander neemt over. De doelman is alert bij die steekbal. Gevaarlijke steekbal. Ja, die paas werd te laat gegeven. Jammer hoor. Van Persie. In de diepte gespeeld. En door dat druk zetten zorgt hij ervoor dat de bal uitgaat. Gomez. Trent. Hij kan mooi doorstomen daar. Dit kan maar eens een kans opleveren. Bal blijft binnen naar die redding. Daar zit iemand tussen bij dat schot. Echt heel handig gedaan. Ja, mooie beweging. Komt steeds iets verder. Op weg naar het doel nu. En nu wordt het oppassen. Mooie mogelijkheid om voor te zetten. Net op tijd ertussen. De grensrechter wijst naar de cornervlag. Hoekschop in het centrum geplaatst. Uiteindelijk levert dit geen resultaat op. Gewoon opnieuw proberen. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Daar. Het staat 2-0. Er is lang toegeleefd naar deze derby en ze. We gaan weer verder. Aftrap is geweest. Tweede helft onderweg. Van Persie. Oh, wat gaat die handig langs de tegenstander. Ah, dat is toch genieten van zijn passes vandaag. Hij schiet de bal. Nou, laten we hem nog niet helemaal afschrijven. Dit doet hij gewoon goed. Nou, eindelijk. He. Eindelijk een goede redding van hem. De aanname is niet zo best, maar hij houdt de bal bij zich. Ja, en dat wordt uiteraard een vrije trap. De scheidsrechter laat het bij een waarschuwing. Hé, Jeroen, daar ontsnapt hij echt aan een kaart. Ja. Maar hij moet wel beter gaan uitkijken met dat soort ingrepen, hoor. Over de achterlijn, doeltrap. Bal gaat over de vleugel. Complimenten voor hoe deze speler vandaag paast. Wat een zwakke paas. Linia recta naar de tegenstander. Tijd, ruimte genoeg voor een voorzet vanaf de zijkant. Via een speler over de lijn, inworp.
En daar eindigt de aanval. Het kost ze een inworp, maar die bal wordt zo netjes weggewerkt. Hij zorgt dat die paas niet aankomt. Die hoge steekpaas komt te dicht bij de doelman. Kan hem zo pakken. Voor dit schot is niet echt een spectaculaire redding nodig. Bal kwijt. Een steekpaas in de ruimte. Die staat meestal voor Wubbel Okkels. Klozen. Van Persie. Stevig getackled, maar voordeel gegeven, juist. Ik vind het een prima beslissing. Die lob is te ver en de doelman kan hem pakken. Kunnen ze profiteren van deze pass? Maar nu kan er een counter komen. Schot, ja, om dichterbij te komen. In de handschoenen van de keeper. Hij zit er goed tussen bij die pas. Haas in de diepte. Te vroeg vertrokken. Hij staat buiten spel. Van Persie. Op weg naar het doel nu. Redding, maar de bal blijft in het spel. En dat schot komt tegen een tegenspeler aan. De keeper krijgt nu complimenten van zijn ploeggenoten. Ja, terecht hoor. Wat een redding was dat, zeg. Schitterend. Delaney. Ze laten het balletje rondgaan achterin en wachten geduldig tot de ruimtes ontstaan. En weer een hele goede paas. Jeroen, er wordt geweldig gecombineerd in deze wedstrijd. Ze weten elkaar blindelings te vinden. Misschien moeten we een keer proberen met een doekje voor de ogen. Er zijn er die voor die tackle fluiten. Maar goed dat hij het niet doet. Voordeel. De kans nu uithalen. Wat een actie van die verdediger. We gaan de laatste 10 minuten reguliere speeltijd in. Bal wordt ingeleverd. Hij komt nu dichter in de buurt van het doel van de tegenstander. En hier misschien een tegendoelpunt. Goed verdedigd, dat schot. Bal richting ploeggenoot gekopt. Daar verovert hij de bal. 5 minuten op de klok nog. Zou wel eens wat kunnen worden. De verdedigende partij neutraliseert het gevaar van die bal. Op het middenveld is er een interceptie. Op de vleugel voor een voorzet. Hij denkt, geef hier dat ding. De speler werkt de bal naar voren. Succesvolle tackle op de vleugel. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Eén minuut blessuretijd. Tegenstander neemt over.
fijne wedstrijd. Dat is het. Ik kan niet anders zeggen. Ze hebben dit eerste duel van het seizoen laten zien dat ze er klaar voor zijn. Nou, daar kun je gerust een streep onder zetten. Ik ben het helemaal met je eens. Dit is het resultaat. Een klinkende overwinning. En het zal ze vertrouwen geven voor de komende wedstrijd. De stemming zit er goed in hier, op CenturyLink Field. In afwachting van de wedstrijd. Naast me zit Jeroen Gruter. En ik ben Siert de Vos. We zijn er klaar voor. Samen zullen we deze wedstrijd van commentaar voorzien. Dit wordt een ontmoeting. Ik weet het zeker. Om van te watertanden, Jeroen. Ik krijg opeens zo'n gevoel. Dit zou wel eens een heel bijzondere wedstrijd kunnen worden, Siert. Laten we maar snel beginnen. Maar deze overtreding is geen geel waard.
We vinden het fijn u allen te mogen verwelkomen hier op CenturyLink Field. En voor het commentaar bij deze wedstrijd kunt u vandaag luisteren naar ondergetekende. Mijn naam is Sjoerd de Vos en naast me zit collega Jeroen Gruter. Ik wens u, wij wensen u alvast veel kijkplezier. Dit lijkt me een aantrekkelijk affiche, Jeroen. Ik hoop voor de kijkers thuis dat we een mooie wedstrijd gaan krijgen, Sjoerd. Maar ja, dat ligt natuurlijk in de handen van de spelers. Hij zit er goed tussen bij die pas. Die doelman moet opletten. De scheidsrechter fluit voor buitenspel. Van Persie. Ze proberen hem af te stoppen, maar hij weet ze allemaal te omspelen. Die tackle zet hem van de bal af. Het is nog vroeg in de wedstrijd, de scheidsrechter geeft geen kaart. Voorzet bij de tweede paal. Redding, maar de bal blijft in het spel. Slordig met het balbezit. Ruimte hier voor een voorzet. Over de achterlijn, doeltrap. Robert. Davies. Hier laten ze je zien hoe je de bal laat rondgaan. Het is tiki-taka avant la lettre. Einde aanval. Van Persie. Wordt ingeleverd. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. En voor die actie komt er een vrije trap. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. En er overheen in de loop. Koekoek, zo leeft hij nog. Dat is er eentje die je best met geel kunt bestraffen. Hij krijgt een kaart voor die actie. Kleur. Geel. Vrije trap tegengehouden en de bal vast. De scheidsrechter geeft een vrije trap. Gomez. Hij let goed op en onderschept die paas. Jij hebt van die scheidsrechters die gaan juichen als die voordeelregel goed werkt. Kijk of hij dat doet. Ja, ik gun zo'n scheidsrechter dat ook wel. Beter dan dat hij telkens affluit. Door die kopbal gaat de bal buiten. Het zou een kans kunnen worden. Doelpunt via de lat erin. Voor de tegenstander is dit natuurlijk om moedeloos van te worden. Ze krijgen geen enkele vat op de tegenstander. De bal gaat van voet tot voet. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie. Heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Hij zorgt ervoor dat dat schot smoort. En die bal is weg. Gelukkig weten ze iets uit deze hoekschop te halen. Komt de hoekschop in het midden? De verdediging werkt die bal goed weg. Een kans op een counter. Hij zorgt dat die paas niet aankomt. Zo moet het dus niet. Deze counter sterft in schoonheid. Met een handige sprong ontwijkt hij de sliding.
De verdediging zit ertussen. Davies. Bal verloren. Op de vleugel voor een voorzet. Robben. Raak! Ja hoor, een mooie. Nu staan ze opnieuw gelijk. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. Hij speelt hem slim. Pak het dan voor de voorsprong. Gered door de keeper. Bal blijft in het spel. Ja, weer een doelpunt. Koekoek. Nou, dat is wel heel kort achter elkaar. Ja, we kunnen er niet onderuit dat we ook de rol van de doelman belichten. Want die gaat niet echt vrij uit. Hè? Hij houdt de bal weliswaar tegen, maar het vervolg is dan zo slecht. Hij moet ook voor zorgen dat de bal niet op deze manier weer bij een tegenstander terechtkomt. Dat schot wordt geblokkeerd door een speler. Bal wordt voor het doel gebracht. Van Persie. Robben! Te vroeg vertrokken. Hij staat buitenspel. John. Daar gaat het balbezit. En vast die bal. Balbezit verloren. Hij die bal wordt op de flank gespeeld. Nee, deze aanval loopt toch niet verder. Ze hebben de bal ingeleverd. Wat gaat hij nu doen? De verdediger blokkeert die voorzet. Robben. De hoge steekbal is te hard. Komt bij de doelman terecht. We gaan de rust in. En het scorebord zegt 2-1. We boffen maar met deze wedstrijd vandaag, Jeroen. Dat was een interessante eerste helft. Ja, dat mag je wel zeggen. Gelijk opgaand. En een team dat net iets meer geluk heeft dan de ander. En daarom ook bij rust voor staat. Maar de verschillen zijn echt minimaal. We gaan weer verder. Tweede helft van de wedstrijd. Van Persie. Tijd, ruimte genoeg voor een voorzet vanaf de zijkant. Net op tijd ertussen. De keeper komt eruit en pakt de bal op. Gomez.
Hij zit ertussen. Hij wordt hier opgejaagd. Robben. Van Persie. Het zijn virtuozen. Met het grootste gemak wordt die bal rondgespeeld. De tegenstander weet hem niet af te stoppen. Goed verdedigd. Er ligt ruimte voor de counter. De doelman anticipeert en heeft hem vast. Nee, ze slagen er niet in die counter af te maken. Wat geeft hij vandaag een hoop goede passes. Van Persie. Ah, dat is toch genieten van zijn passes vandaag. Robert. De bal gaat over de flank. Weer ingeleverd. Correa klaar. Bal ingeleverd. Een van de beste verdedigende acties van de wedstrijd. Vakmanschap is dit. Kijk eens wat een mooie beweging. Puur ballet. De verdediging zit ertussen. Bal kwijt. Ze proberen de tegenstanders uit hun tent te lokken door de bal kalmpjes rond te spelen. Robben. Beroerd verdedigd. Hij is er voorbij. Nou, die grensrechter leek er goed voor te staan. Buitenspel. Robert. Hier lijkt een goede mogelijkheid aan te komen. Mooi hoor, hier kun je toch ook van genieten. Het is vrije trap op een interessante positie. Hij speelt op een kort. Gaat dit wat worden? Door die tackle is hij die bal kwijtgeraakt. Nog 20 minuten reguliere speeltijd resterend. Met die ingreep op de flank verovert hij de bal. Davies. De bal gaat over de zijkant. Dan staan ze uitstekend over te spelen, zeg. Van Persie. Robben. Goed gehad. Scheidsrechter, wat ga je doen? Ik zou het wel weten hoor. Ik zou hem hiervoor geel geven. Hij speelt de bal kort. Er zijn nog 15 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. En we wisselen weer van balbezit. Hij let goed op en onderschept die paas. De aanvaller is er vandoor. Hij weet hem niet te dekken. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. John. Waarschijnlijk een van de laatste aanvallen van deze wedstrijd. Op jacht naar de gelijkmaker. Dat is een gevaarlijke steekbal. Kan een doelpunt worden. En met de vuist van de doelman weggewerkt. Weten ze te scoren vanuit deze hoekschop, dan is de wedstrijd wel beslist. Hij wordt kort genomen. In het midden van de 16. Uiteindelijk levert dit geen resultaat op. Gewoon opnieuw proberen. Terwijl we naar het einde van de wedstrijd gaan, laten de plaatselijke supporters nog maar eens van zich horen. Ja, dat is nodig ook, want ze staan met een doelpunt achter. De doelman bokst die voorzet weg. Het kan nog alle kanten op. Welk team trekt aan het langste eind? Hahaha, hocus pocus, wat een tovenaar. Pure magie is dit. Wat een spectaculaire beweging. En de bal is voor hem.
Ja, je hebt van die scheidsrechters die gaan juichen als die voordeelregel goed werkt. Kijk of hij dat doet. Ja, ik gun zo'n scheidsrechter dat ook wel. Beter dan dat hij telkens affluit. Ze geven de bal weg. Ze zitten aan het einde nog alle zeilen bij om er iets van te maken. Gered door de keeper. Bal blijft in het spel. En die aanval duurt niet lang. Ja, het is voorbij. Op de eerste speeldag wordt er meteen gewonnen. Een betere start kun je niet maken. Ja, en natuurlijk moet het team nog groeien. Maar het ziet er nu al